Welkom bij de podcast van Lean Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Caroline Massa. En in deze serie spreken wij met elkaar over leiderschap en verandering. Onze eigen ervaringen, onze onwetendheid, maar ook onze nieuwsgierigheid gebruiken we als leidraad. Veel plezier met deze aflevering. Dag Maarten, goedemiddag. Hey Caroline, goedemiddag. We gaan voor een interessante aflevering, vind ik, vandaag. Over onszelf. Over onszelf. Mensen praten altijd graag over zichzelf. Ja, dat is wel. En op dat vlak zijn wij niet anders dan anderen. Nee, we gaan een herhaling doen van de aflevering in januari of zo, denk ik, of begin februari, waarin we het over Lean Leadership in 2022 gehad hebben. We hebben daar ook een aantal dingen aangekondigd. We zijn nu iets meer dan een half jaar verder. Ja, eind juli. En we gaan eens kijken of we onze doelstellingen aan het halen zijn. Want we hadden onszelf een aantal doelstellingen opgelegd. We gaan eens kijken of we op de goede weg zijn. Ja. En ook, we zijn ondertussen ook wel geëvolueerd als Lean Leadership. Hè. En misschien mijn belangrijkste vraag aan u is, en we hebben die niet voorbereid, dus je hebt het mijn handpalmen beginnen al te zweten. Ja, dat is goed. Yes. Vind je het nog fijn, Caroline? Oeh. Wauw. Ja, tuurlijk vind ik het nog fijn. Ja, het is fijn, hè? Mijn initiële enthousiasme is enkel maar groter geworden. Hmm. Het is fijn om samen te werken. Ja. Op deze manier. Ja, absoluut. Ja, het heel complementaire in onze manier van samenwerking. We hebben het vandaag nog maar eens meegemaakt, onze verschillende benadering van dingen. Die op zich heel verrijkend is, altijd. Mm-hmm. En die altijd aan het denken zit. Ja. Maar het is verrijkend zonder dat het mij uit mijn lood slaat. Maar het is gewoon, zo kan het ook. Ja, er is alle, het verschil is enerzijds naar inhoud toe. Zit jij meer het leiderschapstuk, meer het lean-stuk. Maar ook naar persoonlijkheid toe zit jij meer het conceptuele stuk. Ja, en het enthousiast. Gele, zal ik zeggen. Ja. Alhoewel, Hè. Maar ja, jij zit de extravertere persoon. Ik ben meer de intro, mag ik dat zo zeggen? Klopt dat? Stukje. Ja? Ja, een stukje wel, denk ik. Dus er zit op een persoonlijk vlak zit er toch wel wat verschil tussen ons. Maar de doorsnede van ons, zowel qua inhoud als qua persoonlijkheid, is groot genoeg om om een mooie samenwerking te realiseren. En ook die doorsnede is ook niet te groot, want we vullen elkaar aan, we zijn niet meer van hetzelfde. En dat is ook soms een probleem. Hè. Als we hebben alle twee al met verschillende soorten samenwerkingen gehad. En dat is moeilijk, hè, om met iemand samen te werken. Dat is moeilijk. En omdat er moet voldoende raakvlak, zijn. Maar er mag ook niet te veel raakvlak zijn, want dan dan heb je te veel van hetzelfde. Ja, dan versterk je u wel in je sterke punten, maar je versterkt die dan ook in de punten die niet zo goed zijn. En ik vind dit. Ja, dus tot nu toe, ik ben blij. En jij ook dus. Ja, ik en niet, Caroline. Ik wil eigenlijk dit gesprek gebruiken om jou te zeggen. En ik wil dat ook in de ether. Natuurlijk vind ik het leuk om coming out. Uit de podcast komen, onze eerste aflevering. Ja. Nee, ik vind het leuk om samen te werken met u. Mm. Het is echt. We zijn er nog niet. We zijn aan het ondernemen. We zijn net begonnen. We zijn al niet meer zelfstandig, vind ik. We zijn aan het ondernemen. Meer ondernemer geworden. Ik durf dat nu luid te zeggen. We zijn aan het ondernemen. Ja, interessant. Maar laat ons eens even kijken naar wat we gepresteerd hebben. Ja. Een van onze doelstellingen die we ook op onze website hadden neergezet, was dat wij dit jaar 20.220 bezoekers worden. Ja, want we geloven dat Lean en Leadership iets kan brengen. Hè. Dat mm-hmm. Daarom wouden we dat eigenlijk doen. Hè. Ja. En we geloven dat mensen daar beter van kunnen worden. Hè. Dat mensen, leiders, maar ook professionals, hoeven daarom geen leidinggevende te zijn. Iedereen beter wordt als hij de principes van Lean en de basisprincipes van leiderschap leert kennen. Hè. Leert kennen, zich daar bewust van wordt en probeert toe te passen. En daarom doen we alles wat we nu doen. We hebben artikels, we hebben podcasts, we hebben webinars die allemaal gratis zijn, maar die eigenlijk vooral een lage drempel zijn voor iedereen om met die principes in contact te komen. En onze doelstelling was 20.220
bezoekers. Mensen bereiken in 2022. Ja. Want wat je daarnet zegt, dat raakt eigenlijk een snaar bij mij in die zin dat dat misschien toch ook wel een van onze waardes is, dat wij... Natuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, we willen hier ook van kunnen leven. Nou, laten we daar eerlijk in zijn. Maar aan de andere kant hebben we ook een soort missie. En willen we ook heel graag delen in onze kennis, onze ervaring, onze expertise. Ja, en willen we dat ook heel graag ter beschikking stellen van veel mensen. Ja. En ja, dat is toch wel iets wat vrij fundamenteel is, denk ik, voor ons beiden. Ja, dat klopt. Ja. En we hebben al heel wat mensen bereikt dit jaar, hè? Hoeveel hebben we er bereikt? Moet ik een roffel doen? Ja, trom, gaat dat weer zo, tromgeroffel? Ja, ik zal even mijn trom boven. Nee, zeg het maar gewoon. 12.753 mensen. Mooi, hè? Ja. We zitten op de goede weg. Hè. We zitten op schema. We zitten op schema, ietsje verder zelfs. Ietsje verder dan het schema, ja. Dus we zijn... Ja. Positief, uiteindelijk gaat het niet om die 20. Ja, maar dat is veel. Ik denk dat een voetbaltermen, 20.220, dat zijn het aantal bezoekers in een voetbalmatch van Racing Genk. We zitten nu 12.000 bezoekers van een thuiswedstrijd van Sint-Truiden. Ja, daar zitten we nu, dus dat is toch al schoon. Hè? Dat gaan niet mis, hè? 12.000 man die naar ons zitten. Op een of andere manier naar ons uitgereikt hebben of met ons. Fijn, hè? Ja, ik vind dat super. Dus, ja. Bedankt, hè? Luisteren. Ja, inderdaad. En hoe hebben we dat dan gedaan? Wat zijn dan al de dingen waar we mee bezig zijn? Ja, natuurlijk in eerste instantie. Ja. De website. De website. Ja, zeker. Ja. Artikels. Maar alles wat we doen, posten we op onze website. Elke week wordt er één onderwerp, één item wordt er gepost. Dat kan een podcast zijn, dat kan een artikel zijn, dat kan een webinar zijn. Elke week posten nieuwsbrieven zitten erop. Nieuwsbrieven zitten er ook bij. Dus de website is een belangrijke. En andere belangrijke dingen zijn natuurlijk de podcast. Ja. Dat doen we graag, hè? Dat doen we super graag. Dat is waar. Dit is een revelatie voor mij geweest. Ik weet dat ik in de eerste podcast zei van, in godsnaam, wie had er ooit naar ons willen luisteren? En blijkbaar wel, dus hartelijk dank daarvoor. Maar dat is inderdaad, ik vind dat superleuk om te doen. Ja, dat is ook fijn om te doen. Ja. En ik vind ook, want we hebben twee podcasts, twee verschillende formats die we maken. Eentje is deze, Lean Leadership. Waar dat wij twee samen babbelen, 20 minuten lang, over lean- en leiderschapsonderwerpen. Dat vind ik heel leuk. Mm-hmm. Voor mij is dat ook een verdieping om onderwerpen echt met u uit te spitten en dan daar iets zinnigs over. Want dat vind ik wel belangrijk, dat we daar iets zinnigs over vertellen. En de ene aflevering is succesvoller zinniger dan de andere. Ja. Maar goed, het is wat het is ook, hè. Ja, opnieuw, dat is misschien dan ook iets, het afleren dat het perfect moet zijn voordat je het in de wereld zet. We proberen heel veel waarde te geven. Ik denk dat we daar in sommige afleveringen heel goed in slagen, in andere iets minder, dat is zo. Maar over het algemeen denk ik dat wel. We krijgen altijd leuke mailtjes, nog steeds. Mm-hmm. Dus dat is wel. Ja. En we zien ook dat die luisteraantallen, dat die alleen maar gestaag toenemen. Stegen, elke maand nemen die toe. We zitten nu in totaal op... iets meer dan 3000 luisteraars die naar deze podcast geluisterd hebben. Ja, dus dat is toch wel de moeite. Maar dat is ook onze uitdaging om relevant te blijven. En ik denk dat we daar hebben we het ook onlangs over gehad, van hoe kunnen we scherp blijven, interessant, boeiend blijven. Ja, dus zonder dat we elkaar te veel, dat we onszelf te veel herhalen. Ja, want dat is een risico dat je wel loopt. Dus opnieuw, beste luisteraars, als jullie interessante topics hebben of dingen waar jullie iets willen over horen en waarvan jullie denken dat wij er iets aan kunnen toevoegen. Stuur een mail. Ja. Bel ons. Ja. Maarten@leanleadership.be, Caroline@leanleadership.be. Ja, dat zou heel fijn zijn dat we ook jullie raken op de juiste manier en wat voor jullie echt interessant is. Onze tweede podcast, die ook ongeveer zoveel luisteraars heeft, dat is De Werkvloer. Dat is, dat is een podcast die ik tot nu toe alleen gedaan heb. Waar ik eigenlijk elke maand één gast interview. Vind ik heel leuk om te doen. Niet zozeer ook voor de podcast op zich, maar ook om die... Ik heb er nu al, ik denk, 15 gasten ontmoet, om die mensen te ontmoeten. Ik ga meestal ook bij hen langs, bij hen thuis langs of op hun kantoor langs. Ik vind dat heel leuk om te doen. Om echt die mensen te leren kennen en
ik heb bijna bij elke gast achteraf contacten. En sommige contacten zijn al uitgegroeid, want ik ga niet zeggen vriendschappen, maar toch, het gaat toch in die richting. Hè. Dus, mm-hmm. Dat is heel leuk. Dus ik leer mensen kennen in mijn sector. Ook die onderwerpen, ook die dingen gaan over lean en over leiderschap. Ik wil zelf ook wel terug meer afleveringen rond lean gaan doen. Ik heb nu gemerkt, we hebben dus de analyse gemaakt, dat er heel wat dingen rond leiderschap in zitten, wat op zich niet slecht is. Maar ik zou ook de pure lean-gasten ook willen zoeken. Dus ook als er daar mensen zijn die iets over lean willen vertellen, of iets zinnigs, of een boek geschreven hebben, of ideeën hebben, contacteer ons. Wij komen langs om een podcast op te nemen. Want, tot nu toe 1 aflevering per maand, maar vanaf september... cadeautje voor de luisteraar. Worden het er twee per maand. Nu moeten we ons ook wel iets bekennen. Want het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Onze podcast, de Walvis, die we hebben aangekondigd, die is er eigenlijk nooit van gekomen. Nee, die is gewoon niet van de grond geraakt. Die Walvis was te zwaar, die is niet van de grond geraakt. Letterlijk. Maar we gaan het principe van de Walvis, waar dat jij eigenlijk met mensen rond leiderschap gaat spreken, dat gaan we eigenlijk incorporeren in de werkvloer. Dus vanaf september komen er 2 afleveringen per maand. Eentje over lean, eentje over leadership. Ja. Mooi, kijk er naar uit. Ja, dus dat is al iets nieuws wat we gaan doen. Op de plank hebben liggen. Op de plank. Dus dat zijn de podcasts. De nieuwsbrief zit ondertussen ook op meer dan 300 inschrijvingen. Dus ook daar, luisteraars, als jullie geïnteresseerd willen... of als jullie op de hoogte willen blijven van alles wat dat wij doen... ook willen uitgenodigd worden voor webinars en zo... schrijf je in via de site op onze nieuwsbrief... en dan krijg je 1 keer per maand een mailtje met de laatste nieuwe onderwerpen... Mm-hmm. En ook met de activiteiten die de komende maanden gepland staan. En dan breng je ons meteen bij de webinars? Webinars, 1 webinar per maand. Daar zijn we in mei of in juni mee gestart. Mei, denk ik, hè? Ja. We hebben nu, want in de zomer liggen we even stil. Dus tot nu toe 2 afleveringen van een uurtje. En ik herinner mij, die toch wel redelijk wat publiek, hè? Klopt. 75 inschrijvingen, 57 mensen die komen opdagen en zo. Dus dat zijn leuke aantallen. Dat is fijn dat jullie daar ook het doel van onze webinars is eigenlijk... We hebben eentje gehad over het kwadrant van Eisenhower, eentje over de piramide van Lencioni. Dus dat we daar eigenlijk... Dat is een beetje de trend die we nu wel voelen, dat we daar een bepaalde methodologie of een bepaalde tool telkens willen gaan toelichten en praktisch toelichten. Ook hoe kun je het dan gebruiken, wat kan hiermee? Ja. Dus dat is een beetje het doel van onze webinars. En dus vanaf september starten we terug, elke maand 1 aflevering. Het onderwerp voor september is teamoverleg. Teamoverleg, inderdaad. We gaan een aflevering spenderen aan teamoverleg, dus... Als jullie geïnteresseerd zijn, ook weer surf naar de site en schrijf je in op het webinar en je ontvangt de uitnodiging en de link. Want we doen dat online via Zoom. Dus eigenlijk zitten we wel op schema. Ik denk het wel, ja. Het kan altijd wel iets beter over zijn zaken. Maar die 20.000 mensen die we willen bereiken, die we willen laten proeven een beetje van wat lean en leiderschap is. Daar zitten we on track. Daar zitten we on track, hè. Dat is wat we willen doen. Dat geeft ons ook veel energie. Ja. En uiteindelijk, dat is wat je wil. Je wil mensen bereiken. We willen impact hebben. Ja, impact, want dat was onze tweede doelstelling. Ja. Daar worden we een impact van meer dan 90% halen. Dat was het... Net Promoter Score. Net Promoter Score, De sponsorship. Ja, ik doe dat expres. Ja, ik doe dat echt met opzet. Maar dat hebben we ook gehaald. Dus ook onze klanten, daar hebben we toch wel wat impact. Dat proberen we ook wel te doen. We hebben heel wat klanten, ook nieuwe klanten, bijgehaald. Dit half jaar. Voorbij een maand. Ja. Waar we hele leuke projecten mogen doen. Echt waar. Hele fijne klanten ook. Heel fijne klanten die ook met ons mee nadenken. Die
Ja. Ja, die ons verantwoordelijkheid geven, waar we ons voor een stuk ons ding kunnen doen, waar we ook samen dingen kunnen doen, waar dat toch wel wat vertrouwen zit. Dus. Ja, waar veel co-creatie op zit, waar ja, je samen en vooruit gaat. Als ik dan vergelijk, want ja, sinds januari doen we dat dan samen, dan merk ik ook wel dat dat ook wel een meerwaarde heeft. En ja, goed, ik kan dat nu terug herhalen van persoonlijkheid en qua ja, en maar. Zo. Maar je voelt wel dat doordat we onze handen in elkaar slaan, dat we meer kunnen bieden dan ervoor. Ja. En meer expertise. Ik denk dat misschien ook wel een van de lessen is die ik getrokken heb. Ik denk samen. Allee, opnieuw zal ik niet alleen in zijn, maar wij zijn vaak geneigd om te denken dat we alles alleen moeten doen. Mm-hmm. En dat je alleen alles moet kennen en kunnen en weten. En mogen. Maar dat is niet haalbaar. Mm-hmm. En zeker ook niet in het metier dat wij doen. Er is zoveel dat je moet kunnen en kennen. Je kan dat niet meer alleen. Ja, en dat is ook wat we ook weer richting die podcast, omdat we daar toch wel wat mensen ontmoeten en zo. Dus we zijn ook een netwerk rond ons aan het verzamelen. En bij sommige klanten zetten we dat netwerk ook al in. Van echt wel experts rond projectmanagement, rond motivatie. Rond leiderschap in bepaalde zelfs thema's. Zelfs rond 5S, alhoewel het een thema is dat ik voor... dat ik redelijk goed beheers. Ja, toch wel, ja. Zelfs daar hebben we een aantal mensen in ons netwerk zitten die we kunnen inschakelen en wat we ook doen bij klanten. En we willen met leadership ook die richting op gaan. En daarom ook dat we nu, en surf ook maar weer naar onze site, we hebben een vacature waar dat we een consultant zoeken, iemand die... bij onze klanten ingeschakeld kan worden om bepaalde verbeterprojecten zelf te gaan leiden, klanten te gaan coachen, te gaan begeleiden om bepaalde veranderingen te doen. Dus ook daar, ook richting onze luisteraars die op dit moment aan het luisteren zijn, als er nou mensen geïnteresseerd zijn, neem contact op, laat uw gegevens achter en we komen in contact. Ja. Mm-hmm. Ja. Want... Ja, misschien moeten we onze visie nog eens herhalen, Caroline. Waar staan wij wel weer voor? Ja, als je naar onze website gaat, dan is die grote tagline die er staat. Hè, wij ondersteunen je bij het leveren van je beste werk. Hè. Ja. En ik denk dat nog altijd heel juist is. Dat is wat we uiteindelijk willen. Mm-hmm. Iedereen helpen om het beste werk te leveren, waardoor je ook het beste van jezelf kan laten zien. Ja. En uiteindelijk... het is maar op die manier dat je het verschil kan maken. Hè? Ja, wij geloven ook dat iedereen het verschil kan maken. Ja. Als die in de juiste omgeving. De juiste en omgeving. Met de juiste omstandigheden, de juiste processen. De juiste structuur, ondersteuning. De juiste ondersteuning werkt. Ja. En daar willen we bij helpen. Daar willen we bedrijven bij helpen om die juiste puntje, omgeving en zo verder te creëren. Ja. Ja, dat is, en waarom? Als ik spreek vanuit mijn heel persoonlijke why. Ja, ik ben zo'n mislukte wereldverbeteraar. Ja, dat is waar. Dat is zo. En het is via deze weg dat je ergens het gevoel hebt dat ik impact heb op mijn klein deeltje om de wereld beter te maken. Hmm. En, maar we willen die wereld beter maken. Ja. Dat is daarom ook dat we die 20.000 mensen willen bereiken. Hè. We willen het verschil maken. We willen het verschil maken. Ja. Op een of andere manier hebben wij daar een nood aan. Ja. Dus... Dat proberen we. Dus dat is onze visie. Ja. Wij ondersteunen jou bij het leveren van je beste werk. Ja. En we hebben, om dat goed te kunnen doen, en we zijn daar volop, al we hebben daar heel wat tijd in gestoken, en we gaan dat ook de komende weken lanceren, mm-hmm. Hebben we eigenlijk 3 diensten eigenlijk uitgewerkt. Ja. 3 manieren waarop dat wij als Lean Leadership jullie kunnen ondersteunen bij het leveren van je beste werk. Ik denk als we aan die drie stappen of die 3 manieren willen uitzetten, dan gaat dat eigenlijk over een stukje 1 waar wij inderdaad gaan begeleiden en ondersteunen. Maar ons uiteindelijke doel is om onze klanten zo autonoom mogelijk te maken daarin. Ja, klopt. Dus de verschillende stappen zijn eigenlijk een begeleidingsproces naar autonomie, naar, noem het continuous improvement, naar het van het onbewust onbekwaam naar het onbewust bekwaam brengen. Hm. En dat is wat wij heel graag willen. Ja. Dus dat we daar in die context, om die klant volledig naar autonomie te brengen, of toch zoveel mogelijk, hebben we eigenlijk 3 verschillende dienstverleningen ontwikkeld. Ja, en in die eerste dienstverlening is die klant toch wel erg afhankelijk van ons, want daar
want daar gaan wij eigenlijk komen interveneren. Mm-hmm. We gaan een probleem oplossen of we gaan een situatie verbeteren. Ja. En dat kan een methodiek, een lean-methodiek zijn, implementeren van, ik ga weer het voorbeeld 5S aanhalen, ja, of een teamoverleg implementeren. Maar dat kan ook een leiderschapsstijl. Traject zijn, trainingen zijn. Mm-hmm. Dat kan van alles zijn. Ja. We komen eigenlijk langs om heel punctueel, heel gefocust op een bepaald probleem of een bepaalde situatie te verbeteren, komen wij langs om op korte termijn, relatief korte termijn, een verandering, een verbetering te implementeren. Ja, te implementeren. Wat men, maar wij nemen dat woord niet graag in de mond, maar ik ga het toch doen, wat men consultancy zou kunnen noemen. Hè. Ja, een verregaande consultancy, want consultancy stopt vaak bij het geven van advies. Ja, maar wij gaan implementatie. We gaan meetrekken aan de kar en proberen echt te helpen om het... Of duwen de kar. Of duwen, of wat dan ook. Maar in ieder geval dat er werkelijk een verandering wordt gecreëerd. Ja. Dat is die eerste stap. Ja, en dan de tweede stap. Ja, dan gaan we eigenlijk van korte naar iets langere termijn gaan. En die stap noemen wij dan samen ontwikkelen. Want wij geloven enerzijds, oké, we kunnen punctueel een aantal problemen oplossen, een aantal situaties verbeteren. Maar anderzijds is het ook belangrijk, merken wij, om leidinggevende, voornamelijk leidinggevende, ja, een bepaalde mindset mee te geven, een bepaalde toolbox mee te geven, bepaalde, ik ga zeggen misschien preventief te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Niet zozeer gespecifieerd op bestaande of op bepaalde problemen, specifieke problemen, maar meer algemene tools en skills eigenlijk aan te leren. Aan te leren, ja, inderdaad, omdat ze zichzelf kunnen versterken, opdat ze elkaar kunnen versterken. Ja. En waar wij dan het verschil maken, in vergelijking met anderen, is dat wij als Lean Leadership ons gaan focussen op die werkvloer en op die dagelijkse processen. Mm-hmm. We gaan daar echt met intervisiesessies, met trainingen, met workshops, met brainstorms, facilitatie, in welke vorm die nodig is. Maar wel met de bedoeling, we gaan geen conceptuele dingen bekijken, maar we gaan heel praktische zaken bekijken. Wat zijn de voorbeelden die de klant elke dag eigenlijk tegenkomt en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar dat die klant of de leiders van de klant daar een aantal stappen in vooruit zetten. Ja. En dan hebben we de derde stap. En de derde stap, die al een beetje onder de tweede stap hangt, dat is ons leerplatform, komt daar echt naar boven, want die stap hebben we zelf groeien genoemd. Hè. Ja. Dus waarbij dat, wat Caroline er net zei, in stap 3 zijn klanten al vrij autonoom, zijn ze al gewend om zelf zaken op te lossen, zitten ze al op een bepaald niveau en kunnen de leiders op eigen kracht zich verder gaan ontwikkelen. En daarvoor hebben we een volledig online leerplatform, waar dat wij een hele reeks trainingen aanbieden. Waar mensen eigenlijk op eigen kracht, op eigen tempo, volgens eigen noodzaak, trainingen en onderwerpen tot zich kunnen nemen. Tot zich kunnen nemen. En ook waar wij zelf, vanuit Lean Leadership, content gaan plaatsen, gaan aanbieden. Maar waar wij ook andere specialisten, experten ter zake, eigenlijk een podium geven waar zij hun topics, hun content kunnen brengen. Dus het gaat een heel breed aanbod zijn, maar wel telkens binnen het kader van Lean en Leadership. Ja, bijvoorbeeld, we hebben een hele goede expert rond project management. En op dat leerplatform wordt een training aangeboden, een aantal lessen over projectmanagement. Ja. Wat ook interessant is voor leiders, voor leidinggevenden. Absoluut. Ja. Dus dat is misschien ook het stukje je hebt daarnet ook al benoemd, het stukje uniek, dat ze wij altijd die mix maken tussen inderdaad Lean en Leadership, tussen de meer methodische aanpak en dan ook wel kijken naar gedrag en het hele softe pakket dat erbij komt kijken en dat je niet kan ontkennen. Dus beide samen inzetten eigenlijk om de klant te verbeteren. Ja. En de komende weken gaan we dat allemaal lanceren. Gaan we onze website een beetje aanpassen. We zijn ook met onze Suzanne, ik wil toch even een shout-out doen naar Suzanne. Suzanne is onze huistekenaar. Illustrator. Illustratrice. Ja. Die al onze mooie tekeningen maakt. En ook zij is volop bezig om al onze ideeën kernachtig beeld te geven. Uit te tekenen in mooie beelden. En zo. Ja. Dus dat gaat de komende week allemaal gelanceerd worden. Dat is waar. Voilà. Hebben we nog iets? Of zijn we... Nee, Caroline, ik denk dat we rond zijn. Ik denk dat we ons verhaal verteld hebben.
Dus opnieuw, beste luisteraars, geef ons feedback, laat ons weten wat wij voor jullie kunnen betekenen, wat jullie interesseert, waar jullie aandacht naar uitgaat. En ook gedurende deze aflevering, we hebben een aantal keer samenwerking aangehaald, dus als er daar mensen geïnteresseerd zijn en nu denken van, ik heb ook wel iets interessants te vertellen, ik wil wel in de podcast komen, of ik heb misschien wel een interessant onderwerp waar dat jullie eens over moeten spreken, of die vacature zegt mij wel iets, neem contact op. Graag. We zoeken medestanders. Ja, medestanders en inderdaad, we willen een heel breed netwerk worden van mensen. Absoluut. Caroline? Maarten? Vanaf volgende keer gaan we terug over lean en leiderschap spreken. Ja, maar vandaag moesten we het even over ons hebben. Vandaag gaan we over ons hebben. Goed. Dag. Bedankt voor het luisteren. Wil ook jij het verschil maken en je beste werk leveren? Bezoek dan zeker onze website www.leanleadership.be. Leer ook onze andere podcast kennen en word abonnee van het Lean Leadership Lab.